Merk je wat van de oorlog? Ja, er was natuurlijk in het begin toen hij net uitbrak, hoorde ik veel in het nieuws. Maar ik moet zeggen, nu het er iets verder is en er eigenlijk niet echt grote ontwikkelingen zijn, hoor je er niet heel veel meer van. Vrij weinig eigenlijk, behalve op het nieuws. Yeah, I'd say for us as individuals, it hasn't really affected us because we're not really connected well with Ukraine and Russia, but for some people in our surroundings, it definitely is, and best we can do is support them. Yeah, and in terms of like the direct world around us, it hasn't seemed like much has changed. So it's a weird thought to know that it is definitely going on, and we're doing everything we can, if it's possible, like fundraisers, stuff like that. Well, I think it's affecting the overall well-being on campus, I would say. I think there's a lot of people who have it in the back of their mind. It's a constant concern for others. So, yeah, I mean, in that sense, it is affecting us. Je merkt het wel in je levensonderhoud. Het is een stuk duurder wonen geworden. Ook hier op de SSH hebben we er last van gehad. We hebben al jaren een vaste prijs, maar we kregen wel mailtjes dat ineens de huur met €30 omhoog werd gegooid. Ik denk dat dat echt de eerste prijsverandering is in jaren dat studenten hier op de IBW wonen. Dus dat was wel even flink schrikken. En qua supermarkten, qua boodschappen en uitgaven, merk je het ook in de sterren wel zeker in je portemonnee. Hou je er een beetje rekening mee in je eigen portemonnee? Want je hoort dan op het nieuws bijvoorbeeld dat alles duurder wordt: gas, brood, granen, dat soort dingen. Indirect denk ik wel. Want ik merk inderdaad wel dat ik gewoon minder geld heb. Dus denk het wel. Nee, ja, daar is eigenlijk niet zoveel aan veranderd. Dus ik zie niet echt de reden om daar iets aan te passen. No, but my friend is. I just heard this actually. She usually drives, I think the other grocery store is maybe 5 minutes away. She's now biking about 25 minutes away to go to the cheaper grocery store because All of the right. rising prices. So, I am way too lazy, but yeah, I see it. Ja, ik zelf niet zo heel erg. Ik krijg gewoon een beetje door hoe ik zelf uitgeef. En ja, misschien gaat de spaargeld er dan iets harder doorheen. Maar ik denk wel na over de autopak of iets dergelijks. Want als mijn ouders op bezoek willen, zeg ik, nou, ik kom wel naar jullie toe met de trein. Doe vooral niet de moeite om in de auto te stappen naar Utrecht. In die zin hou ik er rekening mee, maar ja, dat is niet enorm.